ik vind dat jij die winkel zo slecht exploiteert. Ik vind een gesprek veel beter is als iemand scherp is en de randen opzoekt en daardoor de duidelijkheid krijgt, dan dat je een leuk gesprek krijgt met een reclame steek erom. Waarom heb je mij uitgenodigd? Wij hebben elkaar gezien vorig jaar bij het mediadebat. Ja. Mijn mediakabinet al zat. Toen was jij minister van innovatie, volgens innovatie, mij. Ja. En daar heb ik het over radio overigens gehad. Dat is een ander detail met de onderwerpen. En toen zijn we, in de marge zeiden we toen, we moeten een keertje verder praten. Ja. Daarnaast, dat is überhaupt één. Tweede is, ik kan alleen maar praten met mensen die alleen maar aardig zijn en alleen maar naar mijn mond praten. Dat is niet wat ik wil. Want ik ben niet aardig. Je bent wel aardig, maar je praat niet naar mijn mond. En ik vind dat mensen gewoon moeten ik vind een gesprek veel beter is als iemand scherp is en de randen opzoekt en daardoor de duidelijkheid krijgt, dan dat je een leuk gesprek krijgt met een reclame steek erom. En dat is het, dat geloof ik niet. Wie wil jij duidelijkheid geven en waarover dan? Ik denk dat wij bezig zijn met de hele markt, de hele industrie, met een transformatie. Van woord naar beeld, van papier naar digitaal, allerlei varianten. De consumenten hebben een ander gedrag. Mm-hmm. Wat je ziet in alle gesprekken, of je nou met journalisten, analisten, met iedereen hebt, wordt dan heel erg traditioneel gekeken. Je bent een papierbedrijf en wat ga je doen? Ja. En dat is heel hardnekkig. En tegelijkertijd zie je aan de andere kant, afgelopen week bij de halfjaarcijfers ook meegemaakt, dan vinden ze het ingewikkeld. Jij gaat digitaal, oké, prima. En dan gaan ze weer over naar de papieren discussie. Enerzijds word je losgelaten door een papierwereld die blijkbaar moeite heeft om digitaal te denken. En ik ben op zoek naar een wereld die andersom mij gaat ontvangen als digitale wereld. Dus enerzijds zeggen ze bij ons, maar we hebben nog papier en we denken aan oplagers. Aan de andere kant heb je een wereld die denkt, je bent pas 13% digitaal. Ja. Wanneer komt de rest? Maar wie wil jij overtuigen dan? Ik denk wel heel veel mensen, en dat geldt voor de hele markt, hebben moeite om te zien waar naartoe gaat. Dat hebben we allemaal uiteindelijk. Ja. Maar dat die in die transitie, je moet die transitie ook willen nemen, durven maken. En ik denk je met name in de digitale wereld die stappen moet durven nemen. Mm-hmm. Maar dan moet je niet elke keer weer terug redeneren naar het oude. Je moet eigenlijk naar voren gaan redeneren. En dat betekent dat je het hebt over consumenten, je hebt het over adverteerders, je hebt het over besluitvorming, je hebt het over je eigen mensen. Iedereen moet erin gaan geloven. Maar er werd natuurlijk altijd gezegd, de Telegraaf is een gesloten bolwerk. Maar dat konden ze zich ook permitteren, omdat ze tegen de buitenwereld konden zeggen van, joh, wij doen het gewoon zoals wij denken dat het moet. En wij hoeven aan niemand verantwoording af te leggen. Maar jij voelt blijkbaar de behoefte om, ik wil niet zeggen verantwoording af te leggen, maar jij wilt blijkbaar mensen overtuigen van waar je mee bezig bent. Waarom zou je dat doen? Je kunt het ook gewoon uitvoeren en op het moment dat het gelukt is zeggen, kijk, dit bedoelde ik dus. Waarom moet jij mensen overtuigen van wat je aan het doen bent? Een stukje overtuigen en een stukje mensen meekrijgen. Want ik denk niet, ik weet niet waarom het verleden die afwegingen zijn gemaakt. Het is ook een andere wereld. En, arrogantie? Maar dat kon blijkbaar in die tijd. Ja. En de wereld zat in elkaar en iedereen dacht een paar jaar geleden dat het nog fantastisch ging in de hele mediasector. Sterker nog, ik denk dat de hele mediasector 2 jaar geleden nog dacht, of 3 jaar geleden dacht dat het fantastisch ging. Sterker nog, ik vind nog steeds dat het in de mediasector fantastisch gaat. Ja, ik denk als je de mediasector breder definieert dan alleen maar de papieren krant. Ja. De Pavlov is bij veel mensen, is dat als je zegt krant, denkt iedereen aan papier. Ja. Bij een bepaalde generatie overigens. Ja. En dat moet er ook af. Maar in de mediasector zelf, ons werk ik er niet. En ik werk er al een tijdje. Ik vind het een waanzinnig mooie wereld, omdat daar alles verandert en continu in verandering is. Ja. Maar waarom overtuigen? Ik denk dat je niet moet overtuigen, maar ik denk dat als je in de media zit, moet je transparant willen zijn. Ja. En dat was misschien niet altijd zo. En waar wil jij transparant over zijn? In alles wat je doet. En dat zijn enerzijds natuurlijk als een beursgenoteerd, dus je mag daar transparant over zijn. Je moet een beursgenoteerde omgeving wel gewoon wijs blijven, commercieel wijs blijven. We zijn de enige in Nederland in onze markt die beursgenoteerd is. Dus als we alles over de bühne gooien, staat de concurrentie handen vrij van te wachten tot ze de data krijgen, want die hoeven niet te melden. Wie zie jij als jouw belangrijkste concurrent? Google en Facebook. Google en Facebook, ja. Zien zij jou ook zo, denk je? Ik heb ze niet gevraagd. Ik weet niet precies wat ik doe. Weet ze dat je bestaat? De Nederlandse Google weet dat ik bestaat. Ja. Pim van der Vels, Google Nederland, weet wel degelijk bestaan. Sterker nog, die heb ik ook uitgenodigd gesprekken. Ik vind wel dat je 2 rare concurrenten noemt. Want zowel Google als Facebook halen hun omzet eigenlijk 100% uit business-to-business markt. Die hebben nog geen producten die wij als consumenten daar kunnen kopen. Terwijl jij natuurlijk een groot deel van je omzet wel bij die consumenten haalt. En volgens mij zou je strategie er ook op gericht moeten zijn dat je daar nog meer haalt dan nu. Dus in mijn beleving ben jij eigenlijk helemaal niet zo'n concurrent van Google en Facebook. Waarom zie je dat als je grootste concurrenten?
Ik ben het een stuk met je eens. Ik denk dat, dan zeggen mensen ook, kijk je naar Engeland, maar weer anders dan Nederlands. Als je echt naar Nederland kijkt, dat je in Nederland moet focussen. Een aantal redenen. Ten eerste, in Nederland zijn we op een hele andere manier met technologie en met telecom bezig. Ja. Dus wat bij ons papier is papier, maar de andere producten, 4G, 5G, het gaat allemaal veel sneller. We zijn veel denser dan andere plekken in de wereld. Je hebt hier overal bereik. In Duitsland zit je in de trein van af en toe eruit. Ja. Dat maakt ons uniek, dat maakt je hele andere proposities kan maken. En als je dan kijkt naar voor de krant intrinsiek, de Telegraaf is een uniek merk en met een eigen doelgroep. En op die doelgroep is niet Cel een andere concurrent. Maar als je naar Groepdeel kijkt, is weer een andere concurrent. Geen Stel heeft misschien, denk ik, zelfs mindere concurrenten. Iedereen heeft een ander plekje erin. Ja. Regionaal zitten meer concurrenten. Ik denk dat daar de regionale omroep ook degelijk iets heeft. En ik denk dat je dus niet kan spreken over één concurrent. Ik denk meer dat Google en Facebook zie als de digitalisering. Dus je hebt ook veel meer kleinere blogsites, vloggers, et cetera, die feitelijk ook concurrent kunnen zijn. Nou ja, maar ook als je even kijkt naar, maar wat wil jij dan over 5 jaar, als je zegt, ik word nu nog heel erg afgerekend als printbedrijf, mensen zien mij als een krant. Als we over 5 jaar dit gesprek weer hebben, dan wil je blijkbaar inmiddels iets anders zijn in de perceptie van mensen, maar ook in je businessmodel. En dan noem je Google en Facebook als concurrenten. Die maken geen eigen content bijvoorbeeld. Dus wil jij een contentmaakbedrijf blijven? Of als je zegt Google en Facebook zijn mijn concurrenten, ja, dan wil je blijkbaar iets heel anders worden. Ja, ik denk twee manieren. Ik kom terug wat wij wel zijn van Google en Facebook. Apple en dat soort bedrijven, dat is enorm in beweging. Ik denk dat Apple nu met Apple Radio hebben de beste discjockey, DJ van BBC, verslaggever van BBC overnomen om. Ja. Toch een eigenlijk de traditionele vorm van radio en digitaal te brengen. Dus zij zijn ook in beweging. Maar naar onszelf kijken, ik denk dat wij in Nederland vanuit eigen kracht kunnen acteren. Mm-hmm. Dus ik denk, in mijn vertrekpunt begint bij de consument. En dat is misschien wel anders dan... Maar welke rol wil jij straks over 5 jaar hebben naar die consument toe? Ben jij nog steeds een contentmaakbedrijf? Want dat is wat je nu in feite natuurlijk vooral bent. Ik denk dat over 5 jaar nog steeds? Ja, voor een gedeelte van mijn bedrijf wel. Ja. In radio maken we geen content. Daar maken we een selectie voor de consument van content. Ik denk dat wij de consument leidend is in de manier waarop hij het eet. Dus de distributievorm vind ik minder relevant. We hebben het simpelweg te bieden. Ja. We weten straks veel beter wie de consument is. Nogmaals heel belangrijk, wij verkopen onze consumentendata niet. We kunnen profileren, je kunt dwarsversnees maken, maar je krijgt de ruwe data bij ons niet. Maar dan ben je dus ook anders in de business dan dat Facebook in de wedstrijd zit. Ja, volgens mij. Ik denk dat uiteindelijk het onderscheidend wordt dat je enerzijds hele sterke relevante content hebt, maakt, kan bouwen, kan combineren en wegwijzer kan zijn, de gids kan zijn in het oerwoud van informatie wat er is. Ja. Uiteindelijk ben je toch op zoek naar een plek. Afgelopen dagen met Brussel en vandaag met Cruijff, helaas. Maar dan zie je iedereen al naar een plek gaan waar ze zo snel mogelijk, zoveel mogelijk geaggregeerd kunnen krijgen. Die rol hebben wij. Daar speelt onafhankelijkheid in de kern van de informatie, in de nieuwsvoorziening, een hele belangrijke rol. Dat is een keurmerk. Uh-huh. Een ander keurmerk is dat je het consumentendata, netjes omgaat met consumentendata. En qua gevoel bij de ANWB's, bij de consumentenbonds, bij de dat is het. Maar verkoop je het ook niet getrapt? Want je hoeft natuurlijk niet je data daadwerkelijk te verkopen. Maar zoals Facebook de kennis van de consument opbouwt en gebruikt om relevantere advertenties te verkopen, dat doe jij natuurlijk wel. Die profilering van consumenten gaan wij steeds beter doen. Dat is wel een weg te gaan, maar gaat steeds beter. Dat komt uit. We zijn niet in 1 jaar het roer om en hebben alle database gereden. Er zit ook een stuk technologie achter. Dat zijn we een hoge snelheid ervaren. Dat doen we niet alleen zelf. Het andere element doen we met partners samen. Probeer zo snel mogelijk goed te krijgen. Ja. Maar de meeste mensen, en de Facebooks en dergelijke, en ook een aantal andere mediabedrijven, verkopen de ruwe consumentendata. Ja. En dat doen we niet. Dat doe jij niet, nee. Maar wat is dan straks over 5 jaar, als we dit gesprek weer hebben, waar komen jouw inkomsten dan vandaan? Als je ook kijkt naar de verdeling, wat gaan consumenten betalen aan jullie? Want nu is dat een belangrijk onderdeel van jullie totale omzet, is wat consumenten jou betalen voor die content. Je wilt een contentmaakbedrijf blijven, dus die inkomstenstroom vanuit die consumenten blijft voor jou ook belangrijk. Over 5 jaar is dat nog steeds een hele belangrijke stroom. Ja, ik denk dat die consument belangrijk is. Naast de advertenties, zeg maar. Naast transactieproducten die je kan krijgen. Transactieproducten kan een webwinkel zijn, maar kan ook bijvoorbeeld zijn dat je onder de DFT toegang krijgt tot andere webshop databases. Is geen carrière, wist je dat? Webshops zijn een onderdeel van het hele spectrum wat we bieden. Wij zijn geen webshop maken, geen webshop bouwen. Maar in een webshop, een element wat we kunnen bieden aan een doelgroep is webshops. Maar dat kunnen we ook weer met partners doen. We kunnen ook zeggen, een stuk van de webshops doen we met anderen. Volgens mij heb ik jou dat een paar jaar geleden horen zeggen, dat je een soort
webshop facilitator wilde worden voor bedrijven die wij vroeger adverteerders noemden. Zit dat nog steeds dan in je strategie? Of? Hier niet. Nee, dat heb ik niet bij Telegraaf Media Groep genoemd. Nee, dat was een van jouw illustre voorgangers dan dat waarschijnlijk. Dat is zeker niet bij ons. Ik denk dat we ook geen webshopverkoper zijn. Wij bieden de consument toegang tot relevante content. En de zijpaden daarvan kun je met transacties en die consument, omdat je communities hebt, een interessante propositie bouwen. Ja. Waarbij we het niet per se altijd zelf hoeven te doen. We hebben een ding wat we zelf kunnen. En dat is een groep die we zijn succesvol in. Ja. Maar als dat nog veel succesvoller wordt, kan je beter zorgen dat je aantal partners aan je koppelt. Ja. Die het ook kunnen. En laat hun dan dat doen. Ja. Maar ik hoor jij dan geen keuze maken. Want je wilt dus en geld bij die consumenten blijven halen. Daar komen we dan zo nog wel op met welke producten dat dan precies zou gebeuren. Maar je wilt ook die adverteerder belangrijk blijven maken. En je wilt in de e-commerce, wat volgens mij echt een heel ander vakgebied is ook. Ja, ik denk terug naar die consumenten. Dat betreft, de beste voorbeeld zit voor mij echt in retailing. Want we zijn eigenlijk aan het retailen in de medialand. Ja. En in de supermarkt is het consument, daar begint of vertrekt de mens. Geen consument heb je niks, vice versa. Ja. En wij moeten zorgen dat die consument elke dag weer bij onze merk komt. 24/7. En 24/7 is in media nog bijna niet aanwezig. Want om 11:30 is die krant gedrukt. Door de nacht heen is het heel rustig. En morgenochtend starten we het weer op. Daar moeten we vanaf. Het moet de hele dag doorgaan. Maar daar ben je toch al heel lang vanaf. Telegraaf.nl is toch al heel lang 24/7 de plek waar jouw meeste klanten in de winkel komen. Eens, maar als je naar gemiddeld mediabedrijf in Nederland gaat na 12:30, laten we eens even noemen. Als je daar 4-5 man tegenkomt, is het veel. Ja. Als er echt een ramp gebeurt in Nederland na 12:00, 1:00, heb je echt een probleem om het publiek te bereiken, want het televisie meer. De gemiddelde radiostation staat op de automaat. Ja, maar als er een aanslag om 12:30 s'nachts is op Schiphol, dan gaan alle mensen die nog wakker zijn toch naar Telegraaf.nl. Uiteindelijk gaan ze Telegraaf.nl en maar de eerste nieuws zien, dan is er niemand op de grond op dat moment. En dan is het toch doorkopiëren van informatie wat er is. Ja. En als je 24/7 aanwezig bent, betekent dat je een ploeg, dat je ook een ploegendienst. Je hebt een businessmodel. Een businessmodel wat ook anders. Je krijgt ploegendiensten. Ja. Er zijn ploegen die door de nacht werken. Er zijn ploegen die in de dag werken. Ja, maar dat vind ik nog de operationele kant van hoe jullie het organiseren. Maar ik vind het even interessant van die NOM-cijfers zijn vandaag bekend geworden. Nou, dan was de kop vandaag op Adformatie was digitale oplage van de Telegraaf stijgt enorm. Jullie hadden een stijging van 99.000 naar 138.000 digitale oplagen. Jij moet blij zijn met zo'n kop, denk ik ook, of niet? Ik ben heel blij dat het door begint te dringen dat het om bereik gaat. En daar is digitaal zo'n onderwerp van. En dan is het niet digitaal op één merk, maar gaat het om verschillende merken heen. Dus ik het wel eens noem. Maar waarom vind jij bereik belangrijker dan oplagen? Want ik vind oplagen zo belangrijk, omdat mensen, consumenten, dus bereid zijn om, wat is het, €250 kost een jaarabonnement op de Telegraaf. Als er meer mensen bereid zijn dan een jaar geleden om dat bedrag aan jou te betalen voor een digitaal product, vind ik dat onderhand belangrijker nog dan het bereik. Waarom maak jij dat bereik zo belangrijk? Omdat ik denk dat eigenlijk, dus die abonnee is voor mij, heb ik liever dat het een lid gaat worden die bij ons een aantal producten afneemt en gestapeld betaalt hij daarvoor. Maar wat kan die over 5 jaar kopen bij jou, die consument? Nou, als je hebt met OTT televisie, online televisieproducten kan je kopen. Je kan toegang tot specifieke dossiers daar gaan kopen. Je kan toegang krijgen tot verdere content, verdieping voor content. Ja. Op die manier kan je iemand die lid bij ons is meer toegang geven, meer waarde voor zijn geld geven, meer relevantie krijgen. Je moet hem wel relevantie bieden. Dus die tv-kanalen die jij wilt starten, jij gebruikt als enige in Nederland consequent de benaming OTT. Doet volgens mij echt helemaal niemand verder. Nee, de rest heeft geen OTT. Ik hoor het al jou. Ik hoor jou altijd alleen maar roepen. De rest heeft geen OTT. Nee. Welke rest bedoel je dan? Alles wat we weten is free-to-air. En niemand heeft over free-to-air. Want we weten dat een zender RTL heet. We weten dat een zender SBS heet. We weten dat een zender NPO 1 heet. Alleen dat is free-to-air. Alleen we noemen het niet meer zo. Mm-hmm. En OTT is anders dan die ding. Wat is die anders? Ten eerste, het is online televisie. Ja. Het is een horizontale programmering, een verticale programmering. We hebben niet te maken met distributiecontracten. Mm-hmm. Je hebt dus heel veel beperkingen niet in dat verhaal. Maar als je het dan vergelijkt met Netflix bijvoorbeeld, wat is dan het verschil? Netflix zit in die buurt, alleen Netflix is geen programmering. Netflix kun je series kiezen en hier bouw je wel een programmering. Ik denk het beste voorbeeld zie je als je naar Sky Televisie kijkt in UK en Engeland. Die hebben ook, zijn ook met hetzelfde format aan testen geweest in San Francisco, in de San Francisco Bay Area. Mm-hmm. Waarbij je dus en live televisie op je scherm, 24/7 live. Dus er is ook door de nacht heen zit er een presentator op een stoel als er nieuws is. Ja. En de redactie is ermee bezig.
Je kan tegelijkertijd dossiers kijken. Je kan op twee schermen tegelijkertijd zaken volgen. Je kan maar ik als Telegraaflid ga betalen om dat te kunnen zien. Dus het worden betaalde kanalen. Uiteindelijk wel. Maar ik denk dat ons Telegraaflid een bundel krijgt verder. Waar heel veel dingen in moeten gaan zitten. En we moeten eerst dat lid bij ons binden. Dus de bestaande leden zullen eerst meer krijgen voor dezelfde prijs. En niet meer elk jaar zoveel procent erbij en dan krijgen ze die krant. Maar die krant wordt er niet dikker van. En ik denk dat maar waarom maak jij die krant dan nog zo belangrijk? Want als ik gewoon alleen dat tv-kanaal wil kopen bij je, moet ik dan ook een krant kopen? Nee, ik denk dat we daar ook naartoe gaan. Ik denk dat het steeds meer bewegend wordt. En ik denk dat de snelheid en de dimensie meer het gaat veel sneller dan veel mensen nu denken. Mm-hmm. Ik denk dat de krant wel degelijk blijft bestaan voor een groepje. Als een consument onze producten, onze content, onze nieuws wil lezen via de krant, dan hebben we het maar te bieden. En als je het via een televisiekanaal wil zien, hebben we het maar te bieden. En als je het via een PlayStation wil zien, hebben we het maar te bieden. Maar jij gaat elke keer terug naar bereik, terwijl ik vind een betalende klant veel belangrijker. Volgens mij is dat, ook in de strategie die je kiest, is dat een belangrijk onderscheid. Waarom vind jij dat bereik zo belangrijk? Een papierlezende consument die betaalt voor een krant in een digitale vorm, zal die ene abonnee nooit zoveel betalen in een digitale omgeving voor hetzelfde product. Ben je daarvan overtuigd? Nou, niet hetzelfde, exact hetzelfde bedrag niet, nee. Maar die 138.000 digitale abonnees die jij vandaag rapporteert in de NOM-cijfers, dat zijn dus mensen die kopen jouw content digitaal bij jou. Ja. Die hoeven dat papieren product eigenlijk hoeven ze dat niet te hebben. Ja, dus veel meer, relatief veel meer digitale leden. Je hebt veel meer mensen nodig die digitaal betalen voor jouw product dan in een papieren omgeving. Ja. Maar zo werkt de hele wetmatigheid in digitaal. Je moet er niet denken in 100.000 plus of min. Je moet er een paar miljoen erbij hebben. Maar hoe lang blijf jij nog kranten drukken? Het hangt ook van de dag, het moment af. Alleen neemt de consument misschien niet meer 7 dagen in de week een abonnement in papier wil hebben. Ja. De ene wil het in het weekend hebben, het ander niet. Misschien heb je die digitaal willen hebben. Ik denk dat er ook wel een moment gaat komen dat mensen zeggen, ik wil hem alleen op woensdag of een andere dag hebben. Maar net vanaf wanneer je wat wil hebben. Ja, maar jij denkt dus niet dat er op dit moment al heel veel consumenten zijn, ondanks dat je al 138.000 digitale abonnees hebt, die gewoon die €250 aan jou willen overmaken voor een volledig digitaal product? Ik denk het wel. En daarom moeten wij de totale spread gaan bieden. Want ik denk dat je anders te marginaal bezig bent. Ja. Ik denk, nou, even naar het televisiekanaal pakken. Ik denk dat je vergelijkbaar met Netflix is vergelijkbaar. Met dat in verstand dat je niet, je kan mensen een abonnement vragen voor een maand. Maar ik kan me voorstellen, zoals even de actualiteit van deze week met Brussel, dat je het Brussel dossier wil zien omdat er meer kennis is, dat je specifiek een dagpasje koopt voor dat dossier. Ja. Of dat je met vrouwenvoetbal en de KNVB, vrouwenvoetbal is een moeilijk op de reguliere televisie te brengen product. Op OTT kun je digitaal maken, wil je het hebben, betaal je daar een dagpasje voor. Heb je al rechten gekocht voor die nieuwe kanalen? Want je gaat met sport beginnen, toch? Of niet? Nou, ik denk enerzijds dat je heel veel content in de rechterkant zelf hebt. En rechten kopen, dat is wel de magic. Het gaat om, het is een jargon, maar het gaat om rechten, het gaat om IP en het gaat om 360 graden. Want wanneer gaat dat eerste kanaal live? Ja, want je hebt de goede vrouw bij Talpa weggehaald die dat gaat opzetten voor je. Dus je bent het nu aan het bouwen ook. Ja, absoluut. Je bent begonnen. Ja, we hebben, het voordeel is, de Telegraaf Mediagroep heeft een videobedrijf en heeft heel veel ervaring met het videoproduct opgedaan. Ja. Nu is het zaak om die ervaring op te bouwen naar de volgende leak. Dus niet doorborduren van het videoproduct. We moeten nu durven te zeggen, hier hebben we geleerd en nu moeten we naar de volgende divisie gaan. Ja. Om dat te doen heb je heel veel content nodig. 24/7 is echt veel content. Ja. Daarom is maar dat ga je niet allemaal zelf maken, toch? Nee, maar de nieuwsredactionele omgeving, een heel groot stuk maak je zelf. Voor een stukje kan je het inkopen, in de wereld kan je het inkopen. Dat is een proces wat nu al loopt. Maar dat is juist die content die jij nu vandaag gratis weggeeft op telegraaf.nl. Ja, dus ik denk dat je een mixvorm gaat krijgen. En dat is niet meer de traditionele paywall en je betaalt maar wat erachter zit. Het is een hybride ding waar iedereen de consumentenstraal op zijn eigen moment kan kiezen. Ja. En wij moeten net zoals in de supermarkt ervoor zorgen dat je consument elke dag weer verrast wordt, zodat hij weer terug gaat naar zijn eigen supermarkt. En natuurlijk shopt hij ook daarbuiten. En hij moet ook niet eenheidsworst aangeboden krijgen met altijd maar hetzelfde nieuw of precies wat de consument wil. Je moet de consument blijven de randen laten zien. Maar dan, want je gaat met twee kanalen starten, toch? Nou, we beginnen technisch. We beginnen met twee omgevingen, dus een sportomgeving en een nieuwsomgeving. Ja. In de techniek is nog de vraag of het twee kanalen is eigenlijk nog een stukje oud denken. Ja. Twee televisie, NPO en NPO 2. Twee platformen. Als je dat als een app zou zien, dat is best wel mogelijk dat het een app is, dat je binnen de app
je twee kanten kan kiezen. Dan zijn het voor ons even voor het jargon twee kanalen. Ja, precies. Maar dan komt er dus een app waarin je 24/7 nieuws kunt kijken. Ja. En ik moet betalen om die app, misschien niet om de app te downloaden, maar wel een abonnement op de content. Dat is een mogelijkheid. Je kan ook hebben, à la Netflix en Spotify, dat je een bepaalde hoeveelheid advertentievrij kan krijgen. Ik denk over dat dit typisch meer een subscription-based model zeker het begin zal zijn dan een advertentiemodel. Ja. Ik denk ook dat advertentie in dit model een andere vorm van adverteren gekregen, dat je meer in-program advertisements gaat krijgen dan het traditionele, kijk mij nou over 2 minuten voor mijn programma verhaal. Ja. Dus combinaties, je ziet ook in de advertentiewereld dat ze moeten gaan leren aan een nieuwe product. Ja. Maar daarom vraag ik jou ook steeds, waarom vind je dat bereik zo belangrijk? Je bent vandaag in printbereik ingehaald door het AD volgens mij, volgens de NOM-cijfers. Dat kan. Dus, dat was je nog niet opgevallen in de berichtgeving. Als ik kijk in de oude tijd, ik kijk andersom. Oplagen, papieren oplagen versus digitaal. Digitaal is klipklaar helder. Kan je goed meten. Ja, maar je kunt heel weinig geld mee verdienen. Jullie maar, zijn natuurlijk zelf even ook in getallen, die... Eerst even naar getallen. Even los van de getallen. Digitaal is helder. Kun je meten. Je kunt niet zeggen, ik doe eventjes 100.000 digitaal extra. Die moet ergens vandaan komen. Dat zeg jij nu heel stellig. Maar we hebben al heel lang geen meetinstituut dat het voor de branche goed meet. Hè? Nou ja, Steer is opgeheven, de opvolger is nog niet uit de kant. Maar met Google kom je heel eind. Ja, maar jullie hebben vandaag je Google Analytics cijfers gepresenteerd, zag ik in jullie persbericht. Maar gewoon voor de branche, de vergelijking, die is er al een tijd niet meer. Hè? Nee, maar voor papier is die er nooit geweest. En nu zeggen we ze dat hebben we vroeger, voor mijn tijd, werd s'nachts een complete pers gewoon extra aangezet. Die draaide dan een nachtje door en iedereen zei, de cijfers zijn fantastisch. Ja. Nu gebeurt dat met gratis abonnementen. Of er wordt gewoon extra gedrukt om het weg te zetten. Voor een stukje hebben we het zelf gezien bij de metro. We hadden een hele hoge oplage vroeger bij de metro, van voor mijn tijd. Ja. Maar die werden op de perrons niet geteld. Dus we hebben ze laten tellen en wat er in het handje ging was minder. Ja. En dan zeggen we, kijk nou, hele mooie oplagen. Toen jij metro overnam, toen kon je zien... We hadden metro spits, hadden we dat in de combinatie. Dat de cijfers helemaal niet klopten. Nou ja, dat klopte wel. Maar waar het mij om gaat, is vanuit de consumenten, wat je in de supermarkten doet, is gewoon mensen neerzetten bij het schap en een telletje en laten tikken. Ja. Hoeveel keer dat ding uit het schap gaat, dat is het getal. Ja. Als je naar de echte oplagecijfers wil, moet je de mannen van de distributie vragen, s'nachts, op het platje, waar ze tikken, hoeveel kranten in een vrachtwagen gaan, dat zijn de echte aantallen. Ja. En dat zijn echt andere aantallen dan gemiddeld alle oplagecijfers. Die discussie die is bij radio, bij tv, die is overal. Nee, radio niet. Nee, ook radio ook nou, niet. De radioluistercijfers is natuurlijk ook een hoop gedonder altijd over. Of die maar die dan moeten mensen toch in een boekje bijhouden of ze wel of niet geluisterd hebben. Maar die kun je zelf niet je kan hem zelf niet... Nee, die kun je als exploitant niet beïnvloeden. Nee, dus ik vind een radio een mooi voorbeeld. Dat betreft vind ik dat een mooi voorbeeld. We hebben dus Caradio Groep Update App. Dat is gewoon een app. Daar kun je gewoon nu in kijken als je hem openslaat. Dan zie je de aantallen leeftijden. Elke doorsnede kan je pakken. Openbaar voor iedereen toegankelijk. Ja. Geen geheimen. En dat is meer de digitale omwereld. En ik denk dat je die transparantie moet bieden, willen bieden. En dat is ook normaal in een digitale wereld. In plaats van een schimmig oplagenspel. Er komt al een tweede ding bij bereik. Als je bereik wil. Wat je ziet is dat als je campagnes doet of als je een goede thema hebt. Automotive een mooi voorbeeld. Of voetbal, even automotive pakken. Dan zet je het onderwerp op. En in print, en autovisie.nl, en gaspel.nl, en televisie. Dat hele ding is de ene noemt de estafette, het onderwerp gaan er doorheen. Voor het hele verhaal is het interessant. En als je dan een bereik van de adverteerder wil hebben, moet je naar het totaal kijken. Dus je moet je door die merken heen kijken, gaat dan bereik in dat thematiek gebied. En voor de consument is niet zozeer het bereik belangrijk, maar je kan wel, als je één artikel over meerdere platformen kan hergebruiken, is het ook weer interessant. Ja, maar die cross-media hoax, die heb ik al een hele tijd geleden doodverklaard, hoor. Ik geloof niet dat of dat nou de oplossing is naar je adverteerders toe. Maar waarom is die dood? Nou, je ziet dus juist dat adverteerders bijvoorbeeld op internet, en daar hebben jullie als exploitanten natuurlijk zelf ook meegedaan, jullie als TMG, zijn natuurlijk ook in die valkuil getrapt van die automated sales. Dus dat gaat alleen nog maar om hele snelle, clickbait-scorende posities die je daar aan het verkopen bent. En ik heb zelf natuurlijk ook in de tijd dat ik nog bij TMG zat, heb ik het cross-media huis opgetuigd. Ik weet niet eens of dat er nog is. Maar dat ook heel erg zo op pad ging. En het bleek dat die adverteerders er helemaal niet zo op zaten te wachten. Die kijken gewoon per platform, wat is het beste, de beste manier om onze campagne in te zetten. Die zitten helemaal niet te wachten op al die exploitanten die weer eigen cross-mediale productjes gaan zitten bedenken. Grappig wat je zegt. Overigens, je vroeg heel in het begin, waarom heb je mij gevraagd? Daar waren we inderdaad gebleven toen we ook al hier aan Antwerpen, dat is hetzelfde gebouw, hier waren. Ja. Toen zei ik, een aantal van jouw plannen, we zijn hier met rocket science bezig. De markt is verder, maar een aantal van die plannen waar jij toen mee bezig was,
Ik heb ze niet zozeer opgepakt, maar die draaien nu wel. Maar dat is iedereen die in deze wereld werkt. Too little, too late, zeg ik dan. Maar dat is niet jouw schuld. Als hadden we hier niet zo gezeten. Er is gewoon een tijd natuurlijk bij TMG is het even stilgevallen. Ja, daar kan jij niks aan doen, maar dat is wel de realiteit. Even terug. Je zei ervoor, de exploitanten zijn niet klaar, bereikt, et cetera. Daar zit inderdaad wel een punt. Wat je ziet is, er zijn een aantal adverteerders wel degelijk klaar voor dit conceptuele denken. Maar je hebt in de advertentierubriek, je hebt de exploitant, je hebt de adverteerder en je hebt het mediabureau. Ja. En je ziet het mediabureau heb je feitelijk vooruit mee te maken. Althans initieel mee te maken in de traditionele wereld. En die zijn nog georganiseerd in zuilen. Jij wilt over 5 jaar nog steeds een contentmaakbedrijf zijn. Het lukt jou nu al om 138.000 mensen een Telegraaf te verkopen. Die krijgen dan misschien nog 1 dag per week het printproduct. Maar eigenlijk is het een digitaal abonnement. Hè? Zo verkopen jullie het ook in de NOM-cijfers. Je zou ook voor kunnen kiezen om die adverteerder helemaal niet zo belangrijk te maken. Ik weet in de tijd dat ik ben nu 7 jaar weg bij TMG, bijna 7 jaar. Maar in die tijd, maar ook nog 5 jaar geleden, was de grote angst van krantenbedrijven, zeg ik dan maar even. Maar het geldt bij de tijdschriften ook wel. Dat de consument niet meer zou gaan betalen voor content. Dat die adverteerder totaal zou afhaken, dat stond in geen enkel scenario. Ook 5 jaar geleden stond het nog in geen enkel scenario bij welk mediabedrijf in Nederland dan ook. Daar werd nog gedacht, ja, die adverteerder is even weg vanwege de crisis, maar die komt wel weer terug. En we zien nu dat dat dus niet zo is. En waarom maak je dan dat bereiken die adverteerder zo belangrijk? En waarom ga je niet vol op het model van contentverkoop? Ik geloof daar zelf veel meer in. Uiteindelijk is het, denk ik, de combinatie. Je kunt alleen niet in deze wereld de knop omdraaien van vandaag print naar morgen digitaal. Van vandaag advertenties naar morgen abonnementen. En het is die stap voor de Nederlandse markt, zeg ik. Dan denk ik dat je daar dat je heel dicht bij de werkelijkheid zit. Ik denk overigens dat op het moment dat je vol op een consumentenmodel zit, en die consument betaalt ervoor en die connectie is er, dat die adverteerder weer wild erin springt rond die tijd. Want ja, dan zou je namelijk tegen die adverteerder kunnen zeggen, ik weet nog in de tijd dat we geen stijl overnamen bij TMG, dat we tegen die adverteerder zeiden, jij mag niet bij ons. En als je wilt, op onze voorwaarden. Dus wij bepalen welke adverteerders wel en niet. Wij maken de uitingen. Tarief gaan we natuurlijk helemaal niet over onderhandelen. Dat lijkt me logisch. Hè? Je mag blij zijn dat je mee mag doen. Dan kom je in een hele andere machtsverhouding. In plaats van dat jij nu weer een heel persbericht vandaag bij elkaar moet klussen om te verbloemen dat het AD je misschien in printbereik voorbij is. Het is een strategisch andere keuze. Dat is 2 dingen. We maken geen persbericht om iets te verbloemen. We maken persbericht om duidelijk te maken dat wij de cijfers hebben die we hebben. Maar dat wij belangrijk vinden die andere koers. Dus je blijft navelstaren naar oplagen. Ja, en tegelijkertijd roept iedereen. Ja, maar ik merkte met de halfjaarcijfers weer. Dat iedereen blijft roepen tegelijkertijd. En wat is je digitale strategie? Dan is er ergens een disconnect. Ja, maar wat is je digitale strategie? Want ik zie hem ook niet. Ik vind het leuk dat jij die vraag stelt. Vanaf waar ik zit, zie ik jouw digitale strategie. Leuk dat jij stelt, want we hebben geen digitale strategie. Nee, hoe kan je een medialand nou vragen om een digitale strategie? Dat suggereert dat er iets niet is. Je bent bezig, een medialand, ben je bezig met een strategie zoals elk bedrijf. En als je daar geen digitaal in hebt, als je als supermarkt niet innovatief bent, eigenlijk innovatief en digitaal, van mij betreft hand in hand. Als je dat niet bent, dan maak ik hem even enger. Wat is jouw digitale strategie buiten het Telegraafmerk om? Want die twee webvideo, noem ik het dan maar even, jouw OTT-kanalen, dat gaat onder het Telegraafmerk. Hè? Dat zal Telesport en Telegraaf zijn, neem ik aan. Onder die merken zal je dat gaan doen. Het zal een beetje zonde zijn als je daar weer een nieuw merk voor gaat verzinnen, toch? Heb je daar buiten ook nog een strategie op gebied van digitaal? Ja, ik denk dat we daarbuiten ook heel succesvol zijn. Geen Stijl is hartstikke succesvol. Dat is natuurlijk maar een klein dingetje in het totaal. Als je Facebook en Google net als je concurrent zag. Eens, maar ik denk dat uiteindelijk bereik de optelsom is van die delen. En in de internetwereld goed genoeg. Dat is vaak de optelsom. Je kan alles na de miljoenen jagen. Dat is gewoon niet waar. En als het miljoen maar verdien jij nu nog veel geld dan met Geen Stijl? Bijvoorbeeld? Wij verdienen geld met Geen Stijl. De combinatie Geen Stijl Dumpen met Geen Stijl Media. We verdienen geld met Groep Deal, met Relatie Planet. Ja. Met de Blog Society is Break Even. Dus al die clubs. Relatie, heeft het al nog meer? Ja.nl. Ja. Daar wordt gewoon geld mee verdiend. Ja, maar dat is toch een afrondingsverschil op je totale begroting? Maar op het moment dat je er niet durft ook actief in te investeren en dat verder uit te bouwen, dan wordt het een afrondingsverschil. Als je daar effectief mee omgaat met ja.nl, nummer 2 in de markt, als je daar echt intensief mee aan de slag gaat, wat we niet hebben gedaan, kun je daar veel meer mee maken.
Als je mee ziet erbij. Heb jij serieus nog het idee dat je nog geld kunt gaan verdienen met een nummer 2 in een markt waar de nummer 1 zo alles te pakken heeft? Het gaat om nummer 1 en nummer 2, laten we dat voorop stellen. Ja. Ik denk dat je het in de combinatie wel wat verschil kan maken. Je bent een mediabedrijf met een enorme mediapower over die verschillende merken heen. En je moet dus, Jaap, durven over die merken heen te zetten. Voorbeeld Sky Radio. Het was niet bespreekbaar om Sky Radio te laten... Of dus het was een moeizame exercitie om Sky Radio te laten adverteren in de Telegraaf. Wat ik vreemd vind. We zijn dezelfde familie in advertentie. Daar is meer ruimte gekomen, gewoon binnen de normale advertentieblokken, et cetera. Ja. Maar je moet tegelijkertijd ook tegen Sky Radio zeggen, als je dan wil adverteren, vrij goedkoop, want het is binnen de eigen familie, dan moet je wel een goed verhaal hebben. Dus het is niet Erik de Zwart die elke keer maar alles doet. Je moet gericht ermee aan de slag gaan. Maar binnen de Telegraaf Mediagroep stuurden we elkaar facturen, omdat je mocht adverteren. En waarom zou je dan als start-up, internetbedrijf, gaan adverteren, een dure advertentie gaan kopen in de Telegraaf? Dat kun je helemaal niet betalen. Ja. Maar als we toch even teruggaan naar wat je buiten Telegraafmerk nog hebt aan digitaal. Iemand vroeg mij van de week toevallig toen ik vertelde dat ik jou ging spreken. Toen vroeg ze mij van wat denk jij dan dat de digitale strategie is van TMG's? Nou, volgens mij alles wat ze niet verkocht hebben kunnen krijgen, hebben ze nu maar bij elkaar gezet of zo. Ben ik dan te cynisch? Dan nodig ik je graag het om een keer te kijken. En dan zul je waarschijnlijk zeggen, zo had ik het ook gedacht en bij elkaar gezet. Maar inderdaad, het is ook daar geen rocket science. Ten eerste... Maar zie jij bijvoorbeeld voor speurders.nl of zo nog een toekomst? Op dit moment wel, maar ik denk dat ik geloof niet in digitaal. Als je denkt een digitaal model is fix en ik verander er niks aan en dat wordt hem, ja, dan kom je bij het eerste dan kom je in de hive-achtige exercities uit. Dan doen we dat en dan gaan we door, ogen blind voor de consumentenmarkt. Ik weet natuurlijk nog dat want ik heb zo'n tijdje onder mijn hoede gehad. De Telegraaf was natuurlijk ooit heel groot in classifieds, hè, de speurders in de krant. Die positie wilden we graag vasthouden op internet. We kunnen wel vaststellen dat dat niet is gelukt. Dat er op geen enkele markt vanuit die oude classified zuilen, zeg maar, dat TMG daar nog iets voor stelt. De persgroep bijvoorbeeld wel, door overname, dus overigens. Maar goed, dat is er dan dus en wel gelukt. Classified? Auto bijvoorbeeld, vacatures. Ja, de autotrack hebben ze daar, ja, bijvoorbeeld. Maar als je autovisie en gaspedaal is de marktleider, by far. Ja, maar dat is wel op het model van het bij elkaar graaien van advertenties. Ja, maar goed, ik heb het ook over geld verdienen. Ja, ja. Nou, is dat overigens bij classifieds op alle gebieden, natuurlijk bij de traditionele printbedrijven, niet heel erg goed gegaan. Maar waarom ga je daar dan nog mee door? Dus ooit begreep ik wel, ik heb er zelf ooit één opgezet. Autotelegraaf.nl bestaat inmiddels niet meer. Maar ooit begreep ik wel waarom TMG dat nog wilde bijvoorbeeld. Maar nu zit ik er naar te kijken en denk ik, dat zijn wat klikjes die je nog hebt. Of heb je daar nog serieuze plannen mee dan? Ik denk ze hebben allemaal andere doelgroepen. Weer naar die consumenten. Ik denk dat het een perceptie is dat je als je een internetbedrijf hebt of een classified hebt en ik heb mijn doelgroep, dan ga ik mijn ding doen. Die consumentenmarkt verandert zo snel en die doorsnede is van die doelgroepen zo snel dat je daarop moet inspelen. Dat moet je heel goed begrijpen. En dat wil zeggen dat je continu die doelgroep, als de behoefte van die doelgroep verandert, kan best zijn dat het type product, web of classified wat je biedt, daar geen behoefte meer is. En dan moet je de volgende al hebben. Stoppen. Dus je moet dus, dat is de essentie van in de classified. Beetje vergelijkbaar met wat je in de televisiewereld ziet. Zo'n format draait een tijdje en als het niet draait, stoppen, volgende format. Maar jij hebt ze nog steeds. Ja, die, als ze succesvol zijn, geld bijdragen, ze leveren gewoon hard geld op. Dan kan je ze laten draaien. Maar dat geldt nog voor al die sites. Je hebt nu geen sites die geld kosten. Ze leveren allemaal een bijdrage aan de winst. Diegene die ik net allemaal noemde, zeg maar. We hebben een klein. En je hebt een aantal initiatieven eronderin draaien waar je mee gaat kijken. Ja. Ook daar. Die dragen allemaal bij aan de winst. Dat is zonder meer het eerste. De tweede is, op een aantal sites zie je dat je kan gaan experimenteren. Dan krijg je de start-ups. Ik denk dan niet wij het bedrijf zijn, maar allemaal met start-ups. Dat zit niet in onze genen. Ja. Dat is een lastige exercitie. Maar je bent toch net weer een proeftuintje of zo begonnen? Die hebben gestopt. Ja, je hebt er net weer een gestopt. Maar volgens mij hoorde ik je ook weer zeggen dat je in die digitale unit die je nu hebt ingericht, dat er ook weer een of ander proeftuintje komt. Of helemaal niet? Nee, niet een proef. Ik denk dat wij moeten... Er zullen misschien één of twee zijn die succesvol zijn. Die hebben we meegenomen om te kijken wat het is. Je moet kind niet met badwater weggooien. Polarstep is een mooi voorbeeld. We zaten er al in. Er zit tractie. Je zou erover na kunnen denken in combinatie overigens met lifestyle, met reizen, bij de krant. Ergens. Ja. Ik weet het niet, maar dan moet je van actie. Je moet het een tijdje geven. Maar je hebt geen enorme start-up strategie nu meer. Nee. En ik denk eerder dat we moeten kijken wat zijn nummer 1 en 2. Of wat is potentieel, kan heel snel nummer 1 of 2 zijn.
Dan moet je die posities proberen te krijgen. Ik vergelijk het met Axel Springer, met ImoWeb. Wat ga je kopen dan binnenkort? Weet niet, gewoon kijken. Gewoon kijken, absoluut kijken. Maar is er nog iets te kopen? Want ik weet in de tijd, toen ik er nog voor verantwoordelijk was, ik had een flink budget om dingen te kopen. Maar er was gewoon niet zo heel erg veel te kopen ook. Ja, maar twee dingen. Eén, Rocket Internet is heel succesvol in kopen of kopiëren. En dat zijn combinaties mogelijk. Ik denk dat de wereld ook groter is dan alleen Nederland. Als een concept in het buitenland is, kan je het concept ook naar Nederland halen. Het zijn meerdere varianten. Je moet het niet... ook een klassieker vind ik bij ons is, we kopen het, het is van ons, en dan gaat het werken. Onder een paraplu groeit niks. Ja. En wij moeten gaan leren het samen te doen, samen met andere partijen verstellingen te pakken. Dan krijg je de discussie, waar haal je het vandaan? Wat mij betreft is digitaal de hele wereld het terrein. Ik ken Nederlanders die in Silicon Valley zitten, die waanzinnige ideeën zijn, ons hier niet draaien. Maar wat zou jij willen kopiëren nu? Wat zie jij in het buitenland waarvan je denkt, hé, daar wil ik wel een Nederlands kopietje van? Andersom, als ik naar de consumentenmarkt kijk, het is echt... Ik ben echt kruidenier wat dat betreft. Als je naar de consumentenkaart kijkt, gaat er een moment komen, begint er te komen, dat die arbeidsmarkt weer interessant wordt. Ja. Dus we moeten proposities voor de arbeidsmarkt gaan ontwikkelen. En dan helemaal los van oude classified modellen. Gewoon een heel ander idee. Maar de uitzendbureaus hebben hetzelfde probleem. Dus je kan ook eens met een aantal uitzenders gaan kijken en je hebt verschillende lagen erin. Ja. En op die manier gaan kijken of je een concept kan vinden in de wereld. Wat zo'n nationale vacaturebank of zo, wat dan ook tegenwoordig bij de persgroep geeft, dat is natuurlijk een beetje een achterhaald model. Nou, twee manieren. Eén is het model, je hebt een model technisch. Maar je hebt ook de Nationale Vacaturebank. Als ik dan denk, dat is, dan ben je dertiger. Is dat dan de plek waar je de eerste warme associatie mee krijgt? Hier ga ik mijn baan zoeken. Uh-huh. Monsterboard, ik weet ook niet, ben je nog bestaat, zeg maar. Dat was ook, ja, maar je hebt al een baan. Dat was helemaal een piek. Ja. Maar LinkedIn is het nu, op dit moment, voor de time being ook weer. Ook dat zal op een gegeven moment, je ziet het bij Facebook. Alles is in beweging, dus je moet daar niet zijn. Dus terug, als je het zoekt... In de digitale omgeving, classifieds, moet je naar winnende concepten zoeken. Ja. Of upteamen met partijen die winnend zijn. En maar je hebt nog geen afscheid genomen van dat stuk van de markt. Jij wilt daar een positie hebben over 5 jaar. Omdat die consument in die combinatie gaat. En we doen alles tegelijkertijd. En we vergeten één element erin, want we hebben het over digitaal. We hebben het over print, televisie, radio en live. Ja. En hoe digitaler de groep is, hoe meer behoefte van die groep is... ongericht ook weer gewoon gelukkig fysiek bij elkaar te komen. Dus ook daar zullen we met het pink in moeten zitten... Alleen niet alles meer hebben. We moeten mee kunnen doen. We moeten je wilt mensen ook fysiek bij elkaar brengen. Ja, dat doen we nu al. We hebben het vrouwen-event, we hebben muziek-events en dergelijke. Ja. Alleen dat is een beetje een bijproduct. Dan doen we André Holland Sint Hazes. Maar ik denk je gerichter. Als jij met een consumentengroep bezig bent... en die iets bindt rondom een bepaald product of thema... kan je rondom dat thema wat doen. Ja. Auto's, om een voorbeeld te pakken. Dus we hebben conceptueel bezig met... De opvolger van de autorij of zo. En die ga jij neerzetten. En moet die wel fysiek of kun je een virtuele autorij maken? Ja, inderdaad. Ja. En kun je dan een ander concept met de dealerbedrijven bedenken? Ja. Hey, en geen stijl ging jij ooit verkopen, maar nu hoor ik je daar weer heel erg blij over. Maar ik ook niet. Nee, dat is allemaal voor voorgangers. Ik niet. Ja? Oh, dat was jij ook niet. Toen ik aan boord kwam, was er één strikt formeel genomen, 1 assets for sale. Ja? En dat was een relatieplant en die hebben we eruit gehaald. Die hebben we die wilde niemand meer hebben, toch? We hebben Tinder stond te kopen nu, en ik heb gezegd, relatieplant is succesvol dan Tinder, maar in Nederland. Maar een andere doelgroep, het is iets oudere doelgroep, Tinder is iets jongere doelgroep. Ja. Maar de, en Relatieplanet is nog steeds een enorme moneymaker. Want ik weet nog vanuit mijn tijd dat er ook een waanzinnig rendement werd gemaakt. Relatieplanet is heel interessant. Er is de laatste jaar niet in geïnvesteerd in de backbone in de software. Dat hebben we het afgelopen jaar onder andere gedaan. De hele achterkant hebben we vervangen. Ja. Je moet wel blijven. In de internetwereld, als je een maand niet investeert in waar je mee bezig bent, is het klaar. Ja. Je moet maar geen stijl wilde jij nooit verkopen. Nee. En die verhuizen ook binnenkort naar die fijne speeltuin die jullie dan hebben gemaakt op de basisweg. Weet je niet, dat gaan ze zelf over. Geen stijl zit bij elkaar zijn groepen. Geen stijl, dat hoef ik niet uit te leggen. Ja. En waar ze naartoe gaan, weet ik niet op dit moment. Nee. Ik ben niet zo van fysiek. Ik heb zelf ook geen kantoor. Ik heb geen vaste kantoor. Ik heb geen vaste computer. Mm-hmm. Dat vind ik allemaal onzin. Ja. Zeker in mijn rol niet. Als je bij de boekhouder ziet, is het een ander hoofdstuk. Maar niet. Ja. En geen stijl. Zit allemaal bij elkaar in dezelfde groep bij ons. Ja. Dus geen stijl, et cetera. Maar een relatieplan zit in Groningen om even een uitstap te maken. Dat maakt me allemaal niet uit. Ja, verstandig ook. Hoe ver ben jij nu met die reorganisatie bij de krant, bij de Telegraaf? Want dan heb je een heleboel mensen ontslagen, al die oude meuk eruit. We zijn heel ver überhaupt mee. Maar we zijn niet met de reorganisatie met de Telegraaf bezig. We zijn met de Telegraaf Mediagroep bezig. En het grootste gedeelte van de ontslagen niet bij de krant gevallen. Nee, dat zijn die drukkers. Onder andere de drukkers. Ja. Bij Sils zijn er ook veel mensen uit. Ook bij Sky hebben in de tijd een aantal mensen veranderd. En het is een combinatie geweest met reorganiseren als zijnde zoveel mensen weg. Ja. En nieuwe mensen, andere kwaliteit, andere kennis kunnen aan boord. Dus er is een uitgaande beweging op een aantal vlakken. Heel sterk, drukkerij.
maar ook een ingaande beweging van de nieuwe mensen. We hebben ook heel veel vacatures op dit moment. Ja. Maar wel met andere competenties. Waar vooral? Waar zoek je vooral mensen? Mensen met digitale ervaring. Eigenlijk door het hele bedrijf. Maar heb je dan programmeurs of zo van alle kanten? Developers, aan de journalistieke kant, aan de saleskant, natuurlijk de marketingkant. Ja. Het is echt een andere manier van denken die binnen moet komen. Ja. Ja. En willen die mensen ook bij jou komen werken? Ja, dan weet je, dus met de wijzigingen die je nu aan het doen bent, zie je mensen naar ons toe komen. Eerst niet, omdat we ook dat talentprogramma, het hele andere programma onderin hebben liggen. Ja. Komen mensen naartoe waar ik zeg van, wauw, ik heb geen plek voor hem. Dan is het eigenlijk bizar dat er mensen bij je komen waar geen vacature voor is, die bij aankloppen voor een kop koffie. Ik heb een paar keer met jou nu zitten drammen op bereik versus wat ik altijd de contentkassa noem. Dat is echt mijn stokpaardje. Ik geloof namelijk echt heilig in, en dat wordt ook bewezen nu in de markt, consumenten willen blijven betalen voor goede content. Daar ben ik heilig van overtuigd, maar je ziet het ook. En jij hebt nog steeds zo ongelooflijk veel klanten in de winkel. Als ik Telegraaf.nl bijvoorbeeld even als zo'n winkel zie. Hoeveel miljard... Miljard pageviews. Ja. Maar er is ook 4 miljoen mensen of zo die daar komen. Maar ik vind dat jij die winkel zo slecht exploiteert. Jouw kernproduct is content. En die aanklacht heb ik naar jou, maar die heb ik naar alle mediabedrijven in Nederland. Waarom maak je het voor mij als consument niet makkelijker om die content bij jou te kopen? Jullie doen bijvoorbeeld wel in Blendel mee met Telegraaf.nl, maar niet met de regionale kranten. Ik moet meteen weer abonnementen nemen op van alles. Waarom exploiteer je die contentwinkel niet wat beter als je al zo'n krachtige winkel hebt waar zoveel mensen komen elke dag? Eens, vind ik ook jammer. Want je kan niet in één keer alles veranderen, ik net al gezegd. We gaan naar een nieuwe technologisch platform toe. Er komt een nieuwe Telegraaf.nl. Dat is niet een exercitie zomaar gebeurd. Ik denk dat het grootste merk in Nederland onder een merk wat omgaat dan. Dus dat is echt een tour de force die er gaat gebeuren. En in die omgeving moet je ook anders aan een andere indeling denken. Dan bij vrouw.nl. Maar is het techniek of is het ook strategie? Het is en techniek en strategie. En hoe je hem gaat vullen continu. En hoe je de opbouw in elkaar hebt zitten. Het is echt een compleet. Plus data. Ik denk dat die to the roof gaat de data gebruiken als je ermee gaat beginnen. Dus dan moet je goed nadenken hoe je het doet. Ja. Je moet makkelijker erin gaan. Maar wat is jouw strategie dan op het gebied van contentverkoop? Daar ben ik even benieuwd naar. Ja, je moet dus ook veel makkelijker erin kunnen. Niet één paywall waar je in zit. Het moet veel makkelijker kunnen. Een beetje à la de Apple en iTunes. Je moet daar bij een appje kunnen betalen. Het moet er veel sneller aan. Maar je moet met 1-2 klikjes moet je het gedaan hebben. Je moet niet elke keer op je inloggen. Wat kan ik dan bijvoorbeeld nu, vandaag wil iedereen alles over Cruijff weten. Maar ook alles over vroeger van Cruijff. Ja. Jullie schieten ook nu weer in de kramp. Want ik zag de hele voorpagina van Telegraaf.nl geen over Cruijff. Ja. Maar jullie hebben voor goud in die archieven zitten. Eens. En waar mensen volgens mij, en ook mensen nu gewoon echt wel voor willen betalen. Maar je kunt nu heel compact. Maar zit dat in jouw strategie? Ja, dat is het verhaal uiteindelijk. Bouw je die building blocks. Daar langs kunnen mensen, de consument gaat er binnen, die eet een stukje. En als ze de verdieping op bepaalde stukken willen, dan moet er ook wezenlijke verdieping zijn. Het moet relevante content zijn die er zijn, niet zomaar weer iets. Ja. Daar willen ze wel eens voor gaan betalen. Ja. Het diepere verhaal achter de Oekraïne kan je best wel dieper wegzetten. Ja. Dan kan je ook beeld, en dan kan je dus OTT, dan kan je combineren met OTT, dat je dan ook beeld op die laag krijgt. Alleen moet je niet weer allemaal passwords invoeren, ook correct, af en toe ergernissen van. Dat is afschuwelijk. Maar dan moet je gewoon met 2 klikjes, omdat je al ingelogd bent, reken je af. Dan reken je een eurotje, dan wat voor prijs. Maar dat zit dus in jouw strategie. De reden dat we het niet hebben, heeft te maken met technologie en ander gedoe. Ja, moet snel komen. Ja. En wat is het andere grote ding dat jij dit jaar gaat doen? Als je kijkt, afgelopen jaar veel met reorganisatie bezig geweest, ondertussen gebouwd. En we moeten nu concepten gaan uitrollen. En zorgen dat je bredere concepten neerzet rondom automotive, rondom sport, rondom die autorij bijvoorbeeld of zo. De autorij-achtige varianten met partners. Dus je moet zelfs een donder bezig om partners aan elkaar te binden. Om in die combinatie stappen te gaan maken. Ja. En daardoor krijg je en meer toegang tot nog meer content. En je krijgt andere combinaties. Je kan met andere consumentengroepen gaan samenwerken. Ja. Ik zou dolgraag met de ANWB samen willen werken. Ik hoef niet hun data te hebben, ik wil inderdaad niet hebben. Maar ik zie daar best wel combinatiemogelijkheden. Want jij hebt dus heel grimmig gezegd, nog niet zo heel lang geleden, als ik niet heel hard ingrijp, met name bij de Telegraaf, was het volgens mij, dan eindigen we gewoon ook daar echt in de rode cijfers. Terwijl dat gewoon ook financieel je vlaggenschip altijd is geweest. Heb je dat nu dan omgekeerd? Ik denk dat je nu in een balanssituatie komt. Dat je het allerbelangrijkste is dat je met nieuwe competenties, nieuwe cultuur, en dat de mensen ook weer positief gaan denken en in plaats van met het hoofd naar beneden. Maar levert dat meteen geld op?
Ja, in zoverre dat mensen op andere manier... Als je nu de krant leest, lees je al een andere krant. Je leest inhoudelijk al een andere krant. Er zitten geen huishoudtips meer. Er zitten verfrissende artikelen in. ik weet niet, Emiel is dat in mijn bode refereren naar. Maar misschien komen er andere artikelen tevoorschijn. Maar we hebben nu een nieuwe columnist, Annemarie van Gaal. We hebben Geert-Jan Knoops, andere columnist. Maar levert dat direct een bijdrage aan die winstgevendheid waar jij je zo zorgen over maakt? Het levert in ieder geval aan de behoudkant. Ik denk dat we kunnen hem allemaal heel hard werven om mee te hebben. Ik denk dat het wederom die consument is voor ons belangrijk. Het behoud is belangrijk en we moeten ze meer gaan bieden. Ja. En dat betekent in eerste instantie dat je misschien een uitgehold product, waar je relatief veel voor betaalt. Ja, je zult je weer moeten gaan waarmaken. Hè. Zo moeten denken. Vond jij het een uitgehold product? Als je het bedrag zag wat je betaalde en elk jaar een indexering erop kreeg, en daar kreeg je er niet meer krant voor, dat kan niet met een krant. Ah, ooit deed je het 7 dagen, maar dat is voor jouw tijd. Precies, maar dan was ook de krant zo dik dat de advertentieverkoop stopte en dat niet meer in de dag. Ja. Maar ik denk dat het product, krant en de prijs, dat op gespannen voet zat. Dat geldt overigens voor alle kranten in Nederland. Of het nou regionaal of landelijk is, welke titel maakt niet uit. Ja. Dus je moet aantonen dat je meer waarde kan bieden. Dat kan je enerzijds inhoud van de krant en andersoortige producten waar ze toegang toe moeten en krijgen. En zie jij dat effect nu al aan de oplagekant? Gebeurt er iets? Dan ga je weer naar oplagen? Nee. Jij zei net, gaat om behoud. Behoud bedoelde jij toch? Behoud van lezers volgens mij. Wat ik wel zie is dat het aantal brieven wat je krijgt, negatief of positief, veel milder worden. En dat het mooie is dat we ook een factor zijn. De Telegraaf is een factor. En je hebt nieuws, je kan ook nieuws met elkaar, kan je onderwerpen neerzetten en je kan daadwerkelijk aanwezig zijn. Ja. En dat kan je. Mooi voorbeeld waar je het wel ziet. Daar heb ik geen part nog deel aan, maar het gebeurt wel intrinsiek bij ons. En ik denk dat het uit de tenen moet komen. Het moet helemaal niet van ons komen. Maar bijvoorbeeld geen pijl, geen stijl. Als iedereen, maar ik vind dat dus wel mooi. En het is niet altijd fijn, maar dat is inherent aan het verhaal. Maar er is een doelgroep die het waanzinnig interessant vindt om die manier te lezen. Ja, maar een doelgroep die je niet voor betaalt. Want dat is nou net weer op dat een product manier, daar waar zit geen... Weer, daar zit meer een advertentiemodel. Ja, eens. Maar die wel, je moet ze wel verleiden. Wat zou er nog meer kunnen zijn? Ik denk dat heel veel van die mensen in die doelgroep niet weten dat we een blog society hebben. Nee. Ja, die combinaties moet je wel gaan bouwen. Ja. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Ik wens je succes.